hebben alle ruiten geplaatst in Amsterdam. We hebben een volgeradres in Amsterdam, dat is de VOC-kade. Goedemorgen, ik ben Martijn, een chauffeur bij Pultrum. Ik rij op deze kraancombi. We zijn nu in Amsterdam en we gaan hier een aantal hijswerkzaamheden uitvoeren. Dit zijn HSB-elementen die we vandaag ook gaan lossen in Amsterdam. Dat zijn stelkozijnen. Hier hebben we een kozijn. Dat is voor een particuliere klant. Volvo FH540 met een Palfinger 78 tonmeter kraan erop met flyhip. Dit is een vierassige trekker of een vierassige bakwagen. Hierachter heb ik een drieassige middenas aanhanger van Pacton. Deze uniek maakt is dat deze aanhanger erg laag is. Met een laadvloerhoogte van 78 centimeter. Je kan de aanhanger ook uitschuiven tot 10 meter. Hij is nu 7,5 meter. Je kan hem uitschuiven tot een lengte van 10 meter. We doen de ramen nu even naar boven. Dat gebeurt dus door middel van een glaszuiger. Volgeradres in Amsterdam, dat is de VOC-kade. Dat is een bakwagenadres. Dat valt onder de 7,5 ton zone van de centrumring. We zijn nu in Amsterdam. Nu gaan we hier de aanhanger even afkoppelen. Want we moeten die pakketten lossen op de VOC-kade in Amsterdam. En dat is het centrumgedeelte waar je dus niet meer de aanhanger mag komen. Nu gaan we deze stelkozijnen hier lossen. Bulthoven. En hier gaan we één kozijntje lossen bij een particuliere klant. Kozijn gelost. We hebben wat lege bokkeren toegelaten in Amsterdam en daarmee gaan we nu naar Rijssen. Om te lossen en dan daar ook weer vol te zetten voor morgen. Ja, we zijn nu in Rijssen aangekomen en we gaan nu de lege bok hier lossen. Nou, we zijn bij Pultrum gekomen. We gaan hier de auto laden voor morgen Utrecht. Ik ga de vracht nu afbinden met de spanbanden. Nou, alles zit erop. We zijn geladen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.